bij de stad en wat er allemaal in onze mooie stad gebeurt. Ja, wie staat er nog meer? Even afgezien van mijn echtgenote, staat er ook om mij heen, rechts voor mij, links voor u, een tiental mensen met hun partners die gisteren een koninklijke onderscheiding hebben gekregen. 10 Dordtenaren die terecht in het zonnetje zijn gezet, die de afgelopen jaren, soms decennia, zich vrijwillig en belangeloos hebben ingezet voor onze stad. Zij zijn gisteren namens onze koning onderscheiden ter gelegenheid van zijn 52e verjaardag. En ook voor deze geweldige kanjers wil ik graag een ongelooflijk groot applaus. Dames en heren, de weersvoorspelling zag er voor vandaag een beetje dramatisch uit. Het waait wel een beetje, het is ook niet echt tropisch, maar laten we het van de zonnige kant bekijken. Er is een waterig zonnetje, het is droog en ik heb begrepen dat het vandaag min of meer zo blijft. Dus daar mogen we dan denk ik dan toch maar dankbaar voor zijn. Ik wens u allemaal een geweldige Koningsdag 2019 in onze oudste stad Dordrecht. Geniet ervan, maak er een feest van. En wat mij betreft gaan we beginnen met de Obade 2019. Dank u wel.